Een klein Versailles. Willem Adriaan, graaf van Nassau-Odijk, is een kleinzoon van de nooit getrouwde prins Maurits. Hij woont voordat hij naar Zeist komt enige tijd in Parijs. Hij is bekend met Versailles. Het verhaal gaat dat hij in Frankrijk grote schulden heeft gemaakt en dat hij om aan zijn schuldeisers te ontkomen naar Nederland vlucht. Hij trouwt daar een rijke erfdochter en koopt een groot herenhuis op het buitenhof, naast het Mauritshuis. De 17e eeuw is de tijd van de barok. Deze rijke periode wordt ook wel de Gouden Eeuw genoemd. Nederland blinkt uit in de handel, wetenschap en kunst. In 1672 wordt de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de Bistommen Keulen en Münster. Dit jaar staat bekend als het rampjaar. Het volk is redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. De gebroeders De Wit worden door het volk vermoord. En Willem Adriaan schijnt daar iets mee te maken te hebben. De latere Koningsstadhouder Willem III komt aan de macht. De Franse koning Lodewijk XIV is zelf de legeraanvoerder van de Franse troepen. Ze belegeren veel kastelen in het sticht en ook Kasteel Blikkenburg moet het ontgelden. De zonnekoning verblijft tijdens de belegering van de stad Utrecht tien dagen in Zeist op de buitenplaats Veelzicht. Aan de Utrechtse weg. Hier staat nu het politiebureau. Ook de hovelingen van de Zonnekoning hebben een onderkomen nodig in het dorp. Ze verblijven in een speciaal ingericht tentenkamp vlakbij de Oude Kerk. De paarden mogen in de kerk. De stad Utrecht geeft zich over. Voor u ziet u slot Zeist. In 1677 koopt Willem Adriaan, graaf van Nassau-Odijk. De grond en het vroegere huis te Zeist. Hij laat er de huidige Lusthof bouwen in de Hollandse Lodewijk de 14e stijl. Er komen wilderige parken en bossen langs een 6 kilometer lange gezichtslijn. De architect van het slot is naam men aanneemt Jacob Roman, die ook Paleis het Lo ontwerpt. Na 9 jaar is slot Zeist klaar en heeft de graaf zijn zomerverblijf. Veel van de decoratieve elementen in het slot, zoals de muur- en plafondschilderingen, zijn van Daniel Marot. Hij heeft ook zijn stempel gezet op de inrichting van de paleizen het Loo, Huisdenbos en Noordeinde. Slot Seist is nog steeds een lusthof. Er vinden regelmatig diners en ontvangsten plaats in de stijlzalen en er worden exposities gehouden. Ook is er een brasserie.